Het begon allemaal in het speeltuintje, waarbij Jeff de Killer naar het kindje gaat lopen. Zeg jongeman, weet je toevallig wat Daddy is? Als je het weet, krijg je van mij een snoepje, oké? Ik heb geen idee, maar ik zou heel graag een snoepje willen. Zeg nou eerlijk, waar is Daddy? Zeg het nu, want je weet dat wel. Oké, hij is gewoon thuis. Hij woont namelijk in de Pelicijnenstraat op nummertje 104. Allemaal wel leuk en aardig om Daddy te snitchen, maar volgens mij zit hij lekker te dansen onder de douche. Dus het heeft niet echt heel veel zin, denk ik. Oké, dankjewel. Dan ga ik daar nu naartoe, oké? Hé, wat blijft mijn snoepje dan? Ik zou nog een snoepje krijgen. Jij krijgt helemaal niks, jongeman. Zo, met deze trap ik je helemaal in elkaar. Doe normaal. Auw, 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 auw. Oeh, dat ging niet goed. Maar gaat Jeff de Killer naar Daddy toe? Daddy is van geen kwaad bewust en is nog steeds lekker aan het dansen onder de douche. En ondertussen is Jeff de Killer aangekomen bij Daddy. Maar wat gaat hij nou doen? Wat is hij van plan? Oh jee, hij pakt zijn telefoon erbij en waarschijnlijk gaat hij hem bellen. Oh, ik heb net lekker gedoucht. En wat krijg ik nou? Ik krijg een appje van Jeff de Killer. Oh my god, die staat dus niet op te wachten. En terwijl Jeff de Killer voor zijn deur staat te bedreigen, zal het wel goed aflopen? Daar komen we achter in deze video. Hey! Mijn naam is Jeff de Killer. Like nu deze video, anders lig ik onder je bed vannacht. Like deze video in 3 seconden tijd, anders is er grote kans dat Jeff de Killer straks naar jouw huis te komen. Sterker nog, Jeff de Killer zit dus blijkbaar achter mij aan. Ik kreeg al een smsje dat wij dus naar het speeltuintje moeten gaan. Ja, ik kan één ding zeggen, we gaan er gewoon naartoe en hopelijk valt het mee. Maar ja, ik vrees echt voor het ergste, man. Ik zweer het je eerlijk, ik kreeg gewoon een bedreiging van Jeff de Killer. Ja, je weet het hoe dat gaat. Ik vind dat toch niks. Maar goed, ik denk dat het best is om nog gewoon lekker naartoe te gaan en kijken wat er aan de hand is. Oké, we zitten dus in de auto en we gaan er gewoon lekker naartoe rijden. Oh my god, ik hoop echt dat het meevalt, man. Ik zeg het je eerlijk. Ik heb wel echt gewoon spanning. Ik heb kapot veel stress. Maar ja, dat maakt ook allemaal niet uit. Mensen, ik ben nu even niet elke dag aan het uploaden. Kon ik veel dagen weg ben. Ja, je kent het wel. December. Heel veel verjaardagen. Maar ook echt veel verjaardagen. Wat ik even iets minder heb kunnen uploaden. Geldt hetzelfde voor Daddy. Maar dat maakt niet uit. Lil Del blijft wel actief. Omdat ik nu ook iemand heb gevonden waarmee ik samenwerk. Dus dat is heel fijn. Maar ja, daar gaat het even niet om. Ja, we moeten hier dus naartoe, hè? Naar het speeltuintje. Maar wat is er bij het speeltuintje aan de hand dan? Misschien moeten we even wachten tot 's nachts is. Oh, oké. Okay. Het is op dit moment 's nachts. Maar wat moet ik hier zien dan? Ik weet oprecht niet wat er aan de hand is. En wat? Wat gebeurt er? Oh my god. Nee, dat is mijn onkel. Oh my god, mijn onkel ligt hier. Nee. Hij ligt daar gewoon door, op de wandstapel. Bro, what the hell, bro? Dit meen je niet. Hang gewoon letterlijk aan de boom. Dus dit is wat Jeff de Killer mij wou vertellen, hè? Nou, laten we naar de auto gaan. En weet je wat? Ik ga gewoon lekker door naar de volgende locatie. En, ik heb weer een WhatsAppje. En er staat bij dus dat we naar de volgende locatie moeten. Wat? Maar wat is de volgende locatie dan? Ik snap hem even niet. Ik heb weer een appje. Oh, we moeten dus naar dat grote gebouw toe. Oké. Waarschijnlijk bij dat Trump-huis of zo. Hoe heet het nou? Dat ministergebouw, dat gedoe. Hij heeft gezegd, maar ja, ik ben slecht aan onthouden, toch? Maar weet je, mensen kunnen er heel kort over zijn. Maar ik denk dat het beste is om er lekker naartoe te gaan. En zorgen dat we gewoon daar naartoe gaan, man. Ja. Ja, ik heb het net gezegd. Ja, die mononkel is gewoon verbrand. Maar hoe haalt hij het in zijn hoofd? Welke zieke geest doet dat? Jeff de Killer, hè? Hij doet zich voor als Jeff. Ja, het is, zo heet hij. We gaan ook even achterkomen wat echt Jeff is. Wat moet Jeff van mij hebben überhaupt? Ik snap het niet. Ik bedoel maar, ik heb nog nooit iets tegen Jeff gehad. Maar Jeff blijft wel iets tegen mij. Dus hier wil ik even achterkomen, hoor. Maar goed, desalniettemin, we zijn dus aangekomen bij de volgende plek. En mensen komen binnenkort ook weer een video aan met een 9-jarige hater. Ik wou dat vandaag hebben opgenomen, maar dat ging niet. Want 5M had een storing. Jawel. Storingen zijn heel vervelend. Net op het moment dat we opnemen, was er een bug. Oftewel een insect over 5M. Letterlijk een bug. Ja, oké, daar gaat het even niet om. Laten we even naar binnen gaan. En oh my god, no telescoop. Nou, daar gaat het even niet om. Oh my god, dit is gewoon een stad. Kijk hoe mooi het is. Maar daar zijn we helemaal niet voor gekomen. We zijn niet voor gekomen om te kijken hoe mooi de stad is. Nee, we zijn niet voor gekomen. Oh nee, dat meen je niet. Zeg Daddy, wat denk je wel niet? En waarom doe je zo lastig tegenwoordig? Dat komt omdat ik gewoon. Ik vind het wel leuk om je aan te pakken, oké? Okay? Dat is helemaal niet waar. Je vindt me normaal hartstikke lief. Nou, vandaag niet. Weet je wat? Je gaat eraan. Wat, waarom heb je dan ook bevast? Ga je mij vermoorden? Misschien. Nou, dat is niet grappig. Ik vind van wel. Oh my god, meen je nou serieus? Daddy en Tracy, dat is een horror Daddy? Wat? Oh my god, dat meen je niet. Ze gaan met elkaar te vuist. Nee. Hij gaat mijn zus vermoorden. Wat? Hela, stop. Dat kun je niet maken, vriend. Allee zeg. Wat denk je wel niet, hè, Jeff? Oh my god, dit is horror Daddy, hè? Ik zie het. Zo. Hoppakee, even in je nood, hè? Durf wel tegen mijn eigen zus. Ben je helemaal lijp geworden, maat? Zo, hè? Tegen mijn zaklamp kan je niet op. Daar lig je dan. Ik hoop dat je net zo bloedt. Ik zweer het je. Net goed, man. Dag, Horror Daddy. Even serieus. Wat doet Horror Daddy überhaupt bij mijn eigen zus? Ik vind het niks, man. Maar in ieder geval, laten we gauw weggaan. We hebben in ieder geval Horror Daddy te pakken. En dat is me net goed. Auw. Oké, deze deed wel heel veel pijn. Ik land letterlijk op mijn hoofd. Ik zweer het je. Als het echt gebeurt, dan ligt waarschijnlijk mijn koppen gewoon letterlijk gewoon helemaal af. Ik zweer het je. Ik zou niet vrolijk worden van beeld, laat ik het zo zeggen. Maar laten we naar de auto gaan. Moeten we door naar de volgende plek. Maar wat was er aan de hand? Horror Daddy en mijn zus? Ja, dat slaat toch nergens op, jongens. Maar goed, wat was mijn volgende plek? Oké, we gaan even gelijk kijken op de navigatie. En dat is wat de hel. Wat is dat voor plek? Ik snap helemaal niks van. Maar in ieder geval, laten we hier even overheen gaan. En hier moeten ze naartoe. Een of ander zandgebied. Ik heb geen idee. Maar ja, we kunnen beter gewoon even kijken. Voordat we in plaats van dat we over gaan zeiken. Snap je? Hé, het ruimt ook nog eens. Een hele zandpad. Het lukt wel. Het lukt. Dat is het belangrijkste. Oh my god. Oh my god. En waar komen we nu uit? Waar komen we uit? En er is een of andere lichtbal. Wat? Maar wat moet ik hier doen? Oké, big. Wat is big? Hè? What? I don't know. En wat gaat er nou weer gebeuren? Ik zweer het je. En wat? Oh my god. Nee, dat meen je niet. Wat gaat er gebeuren? Huh?
En oh nee, wat, die bal? Waar gaat die bal naartoe? Nee, 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 die gaat niet de stad vermoorden. Oeh, nee, nee, die bal gaat rollen. Oké, daar moet ik een beetje op uitkijken. Wat? Waar gaat die bal in vredesnaam naartoe? Oeh, dit belooft niet heel veel goeds. Maar in ieder geval, laten we die bal gaan volgen. Tenminste, ik ga er niet achteraan rijden, maar even volgen waar hij naartoe gaat, toch? Oké, is hij ergens nog? Ik denk het niet. Ik denk dat de bal weg is. Oké, mensen, we gaan gewoon lekker die bal volgen. En oh my god, hij is gewoon helemaal daar. Maar ja, ik moet toch die kant op, dus dat scheelt weer. Oké, dat vindt mijn auto niet tof. Oké, dus daar is die bal, hè? Oké, die bal is blijkbaar vlakbij een boerderij. Nou, in ieder geval, dat is niet mijn zaak. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat die boerderij denkt van, hoe komt die bal hier nou terecht? Eerlijk, is iemand aan het voetballen geweest? Nee, dat is niet het geval. Die bal is gewoon beginnen te rollen. Ja, dat is eigenlijk het enige wat ik kan zeggen. Dus ja, wat er verder is, I don't know. Wat zal de volgende plek nou eigenlijk precies zijn? Ik zou het echt niet weten, maar ik vind het wel spannend worden nu. Laten we er eerlijk over zijn. Oké, laten we een shortcut pakken. Ik hoop dat het werkt tenminste. Ouch. Ja, we gaan ons best doen toch. We moeten een shortcutje voor gaan pakken, want dat gaat sneller. Want anders moeten we helemaal moeite gaan doen. Heb ik geen zin in? Ja, je weet hoe ik ben, hè? Ik ben lui. Ik ben tering lui, laat ik het zo zeggen. Maar dat maakt het niet uit. Oké, daar gaan we. We gaan naar beneden. Let's go. Oké, daar gaan we. Oh my god. Yes. Boom. Woosh. Oké, lekker. En we komen beneden aan. Ja, we komen beneden aan. Let's go. En daar gaan we dan. Oh my god, wat is hier voor plek? Ik moet hier dus zijn, maar wacht, wat is hier dan? Waarom moet ik hier zijn? Oh ja, waarschijnlijk een boot vuren. Laat even gaan kijken. Meneer, kan ik hier namelijk een boot huren? Ja, maar waar moet je naartoe dan? Ik werd hier naartoe gestuurd en er werd tegen mij gezegd dat ik een boot moest huren. Tenminste, ik kreeg een appje. Ik negeer het eigenlijk, maar je weet het bedoeld toch? Oké, gaat het even niet om. Interessante informatie. Maar ja, je kunt deze jetski wel even huren hoor. Oké, meneer, is goed. Oh my god, waar gaat die meneer naartoe? Een huh? Wat is dat? Wat? Oh my god. Hij werd er wel geschoten. Nee, die ga je niet menen. Er staat iemand tegenover, hè? Stop. Niet schieten, jij. Zo. Lekker voor je. Pennywise. Oh my god. Waarom schiet Pennywise op die meneer? Zo, lekker voor je, maat. Nou, in ieder geval laten we dit jetski gaan pakken, want die hebben we nodig. Oké, daar gaan we dan. We gaan naar beneden toe. Eén recht stuk. Oh my god, we gaan met de wildwaterbaan mee. Heerlijk, dit is wel gaaf. Ook al hebben we niet echt veel licht, maar hebben we het helemaal niet nodig. Daar gaan we. Let's go, hele waterval. Maar ik kom overal tegenaan. Oké, is niet echt de bedoeling dat we overal tegenaan komen. We willen even genieten van het moment. Maar wat doen we? Ja, mijn jetski die stuurt zo slecht. Nou ja, we komen wel ergens uit, hoop ik. Oké, daar gaan we. Let's go. Een hele waterval. Oké. Dat is mooi. Oké, nu gaan we erg hard. Daar gaan we. Oh my god, deze is heel erg. Kom aan. Sturen, Delly. Nou, in ieder geval, onze boot is wel flink beschadigd. En hier is nog meer water. Ja, overal is water. Het is ook een zee. Of ja, een zee is het niet, maar een riviertje. Maar kijk dan, we komen bijna uit. Op wildwaterbaan is bijna voltooid. Ook al knallen met onze heupen overal tegenaan. I don't care. Het gaat om principe toch? Dat is het belangrijkste. Yes. En dan komen we aan. Let's go bij het volgende plank. Hier ben ik naartoe gestuurd. En wat is dit? Nee, dit meen je niet. Oh my god. Dit is toch niet serieus, dit? En wat gaat er nou weer gebeuren? Oh my god, nee. Ben je serieus? Wat? Wat gebeurt er in vredesnaam? Wat is dit? Waar gaan ze vechten met elkaar? Nou, in ieder geval, Mommy Lonelax heeft ons al de eerste uitschakeld. Maar ik weet niet wat hier verder nog gaat gebeuren. Ik vind het een beetje apart, hè? Huggy Wuggy. Mommy Lonelax. Stop, jongens. Kom aan. Zo. Hoppakee. Zo. Ik hoef niks met Huggy Wuggy en Mommy Lonelax te maken hebben. Jullie mogen er lekker bij liggen. Oké, we gaan door naar de volgende plek. En de volgende plek is hier zo. Tenminste, ik denk het. En ja hoor, ik heb een appje dat ik er naartoe moest. My god, hoe ver gaat dat pokken aan het rijden zijn? Ik zweer het je. Ik heb geen zin om dat pokken aan te gaan rijden, maar het zal wel. Het moet maar, hè. Kom aan. Daar gaan we dan. De Liberator. Oh my god, we gaan wel snel met deze monster druk. Ik ga niet voor je liegen. Maar goed, ik weet niet hoe ver we moeten rijden. Maar voor mij komen we ergens uit. Bijna bij een snelweg of zo. Ik heb werkelijk wel geen idee. Ik ken de weg niet. Maar ja, we mogen wel even een beetje doorgassen, man. Met onze monster druk. Oh my god. Dit gaat wel verschrikkelijk langzaam. Maar als het goed is, krijgen we een shortcut. Zijn we door. Oké, even prima. Nou, in ieder geval, monster druk. Kijk hoe groot je bent. Je moet er gewoon tegen kunnen. Nou, in ieder geval, we zijn dus bijna van de onverharde weg af. En we komen dus op de verharde weg. Oh jawel. En nou wordt het tijd om de volgende daders te gaan zoeken. Want eerlijk, ik heb geen tijd voor deze onzin. Oei. Maar onzin heeft wel tijd voor mij blijkbaar. Oké, dat gaat even niet om. We zijn dus in ieder geval op de weg. Mag alsjeblieft een andere auto dat ding maken. Harry, jongen. Ik zweer het je. Kunnen we even niet iemand crushen? Oké, let's go. Oké, dat was een beetje erg. Niet dat die auto snel is, maar you know what I mean. Maar het is over 18 mijl al. Oké, we komen eraan. En wat is hier nou weer precies aan de hand? Ik zweer het je. Cookies? Wat? Mijn vader is al overleden. Mijn zus is nou aangepakt. Horror Daddy. Nee, dat meen je niet. Are you kidding me right now? En wat gebeurt hier nou weer? Wat? Oh my god, dat meen je niet. Oh my god, mijn nicht. Maar zij is wel van staal, man. Ik zeg je eerlijk, normaal is ze veel sterker. En zou ze gewoon echt... Ik zweer het je, die is veel sterker, jongen. Hey, stop, jongens. Hè? Niet doen. Stop, blijf van mijn nicht af, vriend. Hey. Zo. Hey, probeer het te beschermen, vriend. My god. Mijn nicht is kwaad. Oh my god, waarom met mij? Ik heb er toch niks gedaan? Nou, in ieder geval laten we de motor gaan pakken, want we moeten hier weg. Ik zweer het je, ik heb er niks gedaan hoor. Nou ja, we gaan gewoon wegwezen. Dat is het enige. Au.
Dat is het beste wat we kunnen doen. Ja, schiet maar op mij, nicht. Wat de hel? Probeer je alleen maar te helpen en dan ga je op mij schieten. Ja, ik heb geen zin om nog meer moorden te gaan plegen. Dat is echt gewoon een no-go. En ja, ik denk dat je het ook wel begrijpt dat het een no-go is. Dus ja, laten we gewoon verder gaan met het volgende plekje. En laat me nicht maar lekker achter daar zo, ja. Wel, dat ze ineens kwaad werd, dat snap ik niet. Waarom? Wat heb ik er gedaan? Ik zeg altijd, als je iemand geen kwaad doet, niks misdaan doet, ja, doe dan ook geen moeite terug, weet je wel. Ik bedoel, waarom zou iemand expres kwaad moeten doen terwijl jij degene helemaal niks kwaad doet? Dat is geen reden voor, toch? Goed schiks, kwaad schiks? Nee, geen reden. Gewoon normaal doen met z'n allen, kom op. Hey, we zijn wel fast as furious, bro. En als het goed is, ja, ik denk al dat ik weet hoe laat het is. We gaan naar Jeff the Killer toe. Oh my god, en de kabelbaan, die moet dus op. Hij zit waarschijnlijk op de berg, die Jeff the Killer. We kennen hem ondertussen wel een beetje, dus zo. Oké, okay, daar gaan we dan hoor. Oké, we gaan even naar Brett. Oké, okay. Hallo Brett. Hey Delano, hoe gaat het met jou? Met mij gaat het goed, hoe gaat het met jou? Ja, goed hoor. Oké, okay, dat is fijn om te horen. Zou ik hier naar boven mogen? Ja, maar ik werd achterna gezeten door een of andere freak. En wie is de freak? Ik weet niet, die heeft letterlijk in zijn wangen gesneden. Wat? Jeff the Killer. Ik weet hoe laat het is. Dankjewel, Brett. Sorry man. Oké, we gaan even gelijk kijken wat hier nou precies aan de hand is. Oh mijn god, staat hij er nog? Ja, daar is hij. Letterlijk. Oké, okay, top. Gaat hij zo vertrekken? Oh my god, serieus. Heb ik geen money hiervoor. Ik heb genoeg geld, maat. Kom op. Oké, okay, mensen. We zijn in ieder geval boven gekomen. Oh, eindelijk. Dit is wel prettig, hoor. Oh my god. Ja, ik zeg je eerlijk. Ik heb me gewoon die gast bedreigd. Ja, normaal doe ik dat niet. Maar hey, ik moet ook een keer boven komen. Hè. Ik laat dat niet gebeuren, jongen. Ik laat dat niet mijn verloopje gaan, hè. Als je daar denkt, jongen. Maar Jeff the Killer, it's time to meet, bro. Als goed zit je daar ergens, toch? Oh my god. Ik vind het spannend worden. Ik zeg je eerlijk. Daar is hij, hoor. Dat is Jeff the Killer. Nee. Ik ga hem in de fik steken. Ik zweer het je. Wat hij mij probeert te doen, gaat echt te ver, man. Familie probeert te vermoorden. Wat hij ook gedaan heeft. Jeff, it's time, bro. Nee, niet schieten. Zo. Zo, het wordt bijna daglicht. Oké. Okay. Lekker de brandstapel met Jeff. Wat dacht je dan, hè? Moet ik je eraf gooien van de berg? Oh, jammer. Wat? Hij leeft gewoon. Nee. Don't let that happen, bro. Zij mag lekker zichzelf neerschieten. Hopelijk hebben we hem. De motor staat in de fik. Als het goed is, hebben we hem te pakken. Nou, Jeff the Killer, net goed, ja? En om even zeker weten dat hij dood bent. Zo, even een bazooka op je kop richten. Oké, okay, nou weet ik het zeker. Oké, kinderen, ik ben op het sportveld gekomen en ik ga naar schooltje lopen. Hé, hey, kijk uit, trut. Ik ben aan het lopen. Oh, rent ze weg van een kind. Auw. Dat is niet leuk. Hé, hey, stomme ik. Zo, slaap jij. Ik ben wel sterker geworden in één keer. Maar goed. En wie hebben we nog meer eens in mijn kaars staan? Deze heeft fortuin meegenomen trouwens. Maar laat ik even wat indrukken maken op deze dames, oké? Okay? Ze moeten allemaal naar school toe. Hé, hey, lekker ding. Wie ben jij, stinkert? Ik ben een zoon. Nee, je bent gewoon arm. Ik moet niks meer uit te maken hebben. Ik wil gewoon een rijke man met veel geld, ja? Gold diggers. Altijd met die vrouwen zo. Ik ga naar binnen toe. Al mijn kinderen buiten. Hallo, meneer. Jeet. Auw. Dat doet pijn. Hier zijn iemand zijn fiets. Hey, dikke. Auw. Hey. Waarom eet je zoveel vlees? Je weet dat dat niet gezond is. Hoppakee. Oké, en hij is weg. Hé, hey, nog een vriendin. Wow, kijk eens wie we daar hebben. Met wie ben je aan het appen? Met mijn vriendje. Heb jij een vriendje? Ja, niet proberen te stoken. Ik doe helemaal niks. Wegwezen jij. Hoi meneer bewaker. Ik ga naar binnen toe, let's go. Oké, kinderen, ik ben op school aangekomen. En ik denk dat het tijd is om naar boven te gaan. De kind is lekker snoepjes aan het halen. Welke snoepje wil je hebben dan, hè? Je bent arm, dus ik geef je helemaal niks. Ja, nog te proberen toch. Maakt niet uit, we gaan naar boven toe. Ik ga naar de les. En ja, wee. Oké, mensen. Ja, we zitten niet van de klas. Goedemorgen. Heb je dat toch een kind weer? Moet je maar eens kijken dan. Even niet zo'n laptop. Stil allemaal, ja. De leraar komt zo. Maakt niet uit. Hou je mond houden, ja. Armsloeber. Nee. Nog één keer en ik sla je in elkaar. Ja, maar stil zijn, jongen. De leraar komt toch zo? Nee, dat is niet zo. Oké. Okay. Het zal allemaal wel. En even wachten tot de les. Oké, okay, daar komt ze. Woe. Mevrouw! Ja, kinderen. Ik ben dat. Zo, jij mag er wel zijn, hoor. En je rijke papi mag er ook wel zijn, hoor. Kan je niet in ieder geval over die anderen zeggen? Nou, die kinderen hebben dus wel gelijk. En waar is je laptop? Hè? Die moet je op tafel hebben voordat je de klas in komt. Ik heb helemaal geen geld voor een laptop. Oké, dan ga je eruit. Nogmaals, één keer. Laat je laptop zien. Dat is waar iedereen mee werkt. Het is de eerste schooldag en ik heb geen geld. Maar dat maakt me niet uit. Nog één keer. Pak je laptop. Ik heb geen laptop. Maar wat doe je dan op deze school? Als je geen geld hebt, dan ga je er gewoon lekker uit. Nou, stommeringen. Je wordt betankt, hè, rotkind. En ik zou een beetje normaal als ik jou was. Want anders word je gelijk een schors de eerste schooldag. Nou ja, zeg. Moet je even zeggen. Hier komen nu. Even serieus. Luister even heel goed, Danny. Ik wil met iedereen een leuk jaar hebben. Ja, mevrouw, dat weet ik. Maar als je het zo doet, dan ga je dat niet krijgen. Is dat zo? Wie is dat nou weer voor het raam? Huh, wie is dat? Oh my god. Nou, in ieder geval, maakt niet uit. Oh, maar wat, mevrouw? Houd toch even op, man. Nogmaals, je gaat dat een zwaar jaar krijgen. Maar ik heb geen geld. Ik heb geen fiets, ik heb niks. Ik ben arm. Dan kom je maar aan geld. Hoe dan? Ik ben maar 12 jaar. Ik kan eerst normaal werken. Ja, je kunt een krantenwijk doen voor 1,75 per uur. Ja, oké, okay, misschien wel kapot hard werken. Maar dan is maar een keer minder spelen. Ik mag niet werken. Oké. Okay. Ik kan er wel
uit. Stomme mevrouw. Ik ga naar de kantine toe. Deed hij daar? Ik ga even normaal praten, want ik krijg een beetje last van mijn keel. Ik heb trouwens vandaag mijn vaccinatie gehad. Ja, degezeerd trouwens, dat mensen die dat willen weten. Het was gewoon een prikje neerzetten. Wat is dit? Het is een straflokaal. Oh my god, dan moet hij dus gaan zitten zometeen ook, hè? In ieder geval, dat dacht ik niet. Even kijken hoe laat hij zit. Nou, de tijd die gaat wel hard. Het is al bijna 10, 11 uur. We gaan zo pauze houden, mensen. We hebben hier een kantoorruimte. Maar er is helemaal niemand vandaag, lijkt het wel. Nou, ja, maakt niet uit. Dan ruïneer gewoon de boer, toch? Huh? Ik heb tenminste iets bij. Zo, stomme rotschool. Haha, zullen ze leren. Zo, ik sla alles kapot hier. In ieder geval, wij gaan even naar een andere klaslokaal toe. Sinds we gaan even pauze houden. Let's go. Het is 11 uur. Wij gaan lekker pauze houden, want we zijn dus aangekomen op deze plek. Deze meneer. Hallo meneer, ik zou graag een ijsje willen. Oh, je wilt een ijsje. Wat voor ijsje wil je? Ik wil graag een bolletje chocola en stratelia. Sowieso. Dan ga ik die even voor je opscheppen zometeen. Het kost je wel 3,50 euro. 3,50 euro? Ik heb geen geld, meneer. Jongen, wat is het dan? Je wilt een ijsje, dan moet je betalen ook, hè? Wat denk wat het is. Communisme? Op school is het wel communisme. Maar thuis niet. Als je arm bent, dan ben je arm. Maar hier is communisme en iedereen ziet er gewoon gelijk uit, ja? Het is wel communisme hier. Dat is niet waar. Het is geen communisme. Dan krijg je alles gratis. Ik word gek van jou, meneer. En ik zou me eruit gaan als ik jou was. Anders bel ik de politie. Wat? Ik ben een leerling. Maar stilt zeker van iedereen. Ik heb omdat je zo arm bent. Nee, helemaal niet. Nogmaals, ik wil een ijsje nu. Mag niet. En ik zou naar de kant gaan, want er komt een leerling van je aan. Oké, ik ga wel weg. Ik word helemaal gek van deze school. Zo, jongeman. Voor eten wil je graag? Ik zou graag een chocoladebootje willen en 2 satelja. Ah, kijk, alsjeblieft. Jij mag een gratis. Wat? Dat is niet eerlijk. Het leven is niet eerlijk, ja. Oké. Je wil geweld, hè? Stommerik. Hè? Wat denk je? Nog 1 keer. Hoppa. Hoppakee. Slapen jij. Jij bent arm, joh. Mond houden. Stommerik. Zo, niks meer zeggen. Ik ga wel weg. Nee, ik ga weg. Wat een stomme school. Nou, we gaan eens even kijken in deze kamers. Er zitten ook wel dingen hier. En wat is dit? Oeh, oelala. Dat ziet er goed. Oh my god. Dat wil ik ook wel even krijgen. Ik snap die vent wel dat hij er iets van krijgt. In ieder geval. Wat? Ash en Pikachu? Ja, dat klopt, Nelly. En ik zou er maar uit gaan als ik jou was. Kom dan, jongen. Hè? Kom dan. Oké. Auw. Wat denk je van die? Hé? Rot Ash. Jij ook. Stommerik. Ik haat jou. Slapen jij? Wat denken ze wel niet? En wie hebben we nog meer? Die laat ik even met rust. Ik hoor iets ineens. Wat is dit? Oeh, chips. Zo, wat moet jij zo meteen gaan doen, meneer? Dus jij geeft zo meteen wiskunde. Dat klopt. Ik moet 2 leerlingen lesgeven. Bijles. Oh, is dat zo? Wie dan? Ja, Deli en mijn zoon. Oké. Is er iets mee dan? Ja, ik weet niet wat. Ik vind het een beetje een aparte leerling. Hij is allemaal arm en zo. Oké, ik heb een idee in ieder geval. Wat jij kan doen is, als jij wegloopt, zorg ervoor dat die zoon hem vermoordt. Dan gaat hij ervoor zorgen dat hij in de rechtszaal komt. Dus dan krijgt hij straf waarschijnlijk. Oh, is dat zo? Ja, maar niet zomaar straf. We doen natuurlijk alsof hij straf krijgt. Maar ondertussen zeggen we wel even tegen Deli. Tenminste, we zeggen tegen Deli dat hij straf krijgt. Maar ondertussen geef je hem gewoon geld. En dan mag hij gewoon dingen doen wat hij wilt. Oh, dat klinkt als een goed idee. Zo, oké. Hele smerige plannen zijn het ook gewoon weer. Ik ga hem verstoppen. Oh nee, hij komt eraan. Ik moet even verstopt blijven. Oh my god, dat ga ik niet menen. Sst, dat is mijn leraar. Shit, ik heb hem gelijk verstoppen in de kamer. Zodat hij me ziet. Hij mag niet doorhebben gehad dat ik dit allemaal heb gehoord. Wat wil hij bereiken hiermee? Oh my god, en dit is ook een slaapkamer. Dit is gewoon pure communisme dit. Oh my god, wegwezen hier. Oké, we gaan weer terug naar de les. Let's go. Kijk eens aan. We zijn weer op schoolgebouw gekomen. En dat betekent maar 1 ding. Les volgen. We gaan naar wiskunde toe. Maar ik vertrouw die vent niet. Maar toch, je moet ook wel eens proberen leren te vertrouwen, toch? Je weet hoe dat gaat. Dus we gaan toch de les in. En kijken hoe dat uiteindelijk een beetje toch gaat. Ik geloof het niet echt. Ik vertrouw die vent niet. En er zit 1 kind. De leraar is er ook al. Goedemorgen, jongeman. Wij gaan vandaag wiskunde doen. En we gaan dit keer geen laptop nodig. Dus dat is heel fijn voor jou, Deli. Ja, dat klopt. En de eerste vraag is: wat is 1 plus 2? Ik weet het, meneer. Wat is het, Deli? Het is 3. Goed. Helemaal goed. Heel even de klas uit. Want ik moet even iets doen. Dus ik hoop dat jullie wel even kunnen vermaken. Ja, dan heb ik gewoon geluk toch een keer minder les. Oké. Ik ben zo terug, jongens. Oké, meneer. Nou. Zo, wat denk je dan, hè? Ja, je bent een nerd, of niet? Nou, laat maar rust. Waarom heb je namen vast? Wat is dit? Eeuw. Nou, we gaan me slaan. Hè, kom dan. Sla me 1 keer. Doe maar, hè? Au! Ik ben weg. Oh mijn god, wat een rotkind. Ik ga tegen de leraar zeggen. Meneer! Wat moet je nou? Waar sta je op de gang? Ik loop tegen mijn kluisje aan. Die jongen wil me vermoorden. Wat? Wat heeft hij in de handen dan? Een hamer. Ik ga wel terug de klas in. Ik geef wel straf, ja? Oké. Ga jij maar even rustig de kantine in. Is goed. Wat? Oké, vertrouw me niet. We gaan hem pakken als de school klaar is, oké? Als hij naar zijn auto loopt, hij doet zijn auto open. Kwam en dan gaan we grijpen. Nu ben ik er klaar mee. Zo, zoon. Wij gaan lekker naar de auto. Je hebt het goed gedaan. Ja, ik weet het. Oké, nou ga ik ze pakken ook, hè. Hey, zet me door. Oh, nee. Zo, grijp hem. Ja, dat probeer ik. Nee, ik kan je pakken. Hè? Zo. Leuk, hè? Stommerik, hè? Gaat je leren. Die auto van je vader, als hij weer tot leven komt.
stommerik. Oh, wacht. Kan het beter niet doen. Wel even zorgen dat ze een mooie raam ingetikt zijn. Gaat hem leren. Dan gaan we terug naar binnen. Ik ga die baas vermoorden. Van jij erop de wacht staan, hè? Zo. Stommerik. Binnen weer terug. Zal hem eens grijpen. Oneerlijke bende. Wat denken we niet, hè? Hier. Stommerik. Je hebt ook alles mee te maken. En die andere man ga ik ook eens vermoorden. Met de prachtige hamer. Dacht ik een beter idee. Ik heb een pistool bemachtigd. Schiet hem dood. Het gaat dan neer. Zo, wij zijn weer buiten. En dat betekent maar één ding. Terug naar huis rijden. Want die auto's van mij, ja, ik moet het wel even alleen laten maken. Maar dat komt wel goed. We hebben in ieder geval de auto gestolen. En deze auto is weer helemaal compleet. En, wie is dat? Yo, wie ben jij? Hè? Yeah? Oh my god, dat ga je niet menen. Dat is Jeff. Hey. Au. Even uit de buurt van de auto. Zo. Stommerik. Wat denk je wel niet, hè? Oh nee, Jeff de killer. Oké, pleiten hier. Snel weg. Wacht, misschien beter idee mezelf dat ik beter kunnen verdedigen. Heb ik er een mesje bij? Hoppakee, pleiten. Hallo Jeff. Hey, gaat het allemaal wat met jou? Ja, het gaat helemaal niet eigenlijk. Oh, wat is er al gebeurd, Jeff? Ja, kijk, het zit zeg maar zo. Laat me even het verhaal vertellen. Net zoals elke dag ging ik weer naar school toe, maar ik ging altijd met heel veel tegenin naar school. Ik kwam altijd heel laat aan, maar helaas werd ik altijd opgewacht. Eiji, wat denken we niet, hè? Wat denken we niet naar school te gaan, Eiji? Ik zou maar heel graag doen, maar als ik jou was. Kijk, en dat bedoel ik, word helemaal gek hiervan. Vervolgens kom ik aan naar school en ga ik gewoon naar mijn klas toe. En hopelijk is het een beetje gezellige les. Maar ja, mijn eigen mentor die kan me niet handelen, man. Ik zweer het je. Ik ga de les in. Goedemorgen. Goedemorgen, waarom ben je weer te laat gekomen? Ja, het zit zeg maar zo. Ik heb me verslapen. Nou, zo gaat het niet werken, hè, maat? Even dat het heel duidelijk is. Nou, sorry hoor. Nou, weet je wat? Ga maar lekker zitten. Oké, maar waar kan ik zitten dan? Eetje, wat denk je, man? Het is alleen maar een vriendelijk voor vrouwen, hè? Je bent een steriemoordenaar. Hé, wat zeg je nou? Je doet het normaal tegen mij. Nou, die klasleider heeft wel gelijk, dus eruit. Hé, wat zeg je nou tegen mij? Ik zeg eruit, Jeff. Ik vind echt dat je slecht doet op school. Hé, doe eens even normaal. Waarom sla je mij? Eruit, nu! Ik doe toch helemaal niks? Jawel, dat je hier in de klas bent en aanwezig bent, dat vind ik wel te veel. Nou, dan ga ik wel weer, hè. Oh, ik zweer het je. Waarom heeft iedereen een hekel aan me? Ik zweer het, man. Ik vind het helemaal niet leuk meer. Ik ga wel even melden bij hem. Goedemorgen! Ja. Wat kom je hier doen? Ja, kijk, ik ben weer de klas uitgestuurd. Ik zweer het je, wat bezielt je, gast? Je bent echt de slechtste leerling van de hele school, hè? Ja, dat maakt toch niet uit? Hoezo, hè? Je haalt altijd hoge cijfers. Ja, dat is ook de reden dat ik naar school ga misschien. Kan me niet schelen. Ik zou zeggen, ga eruit. Nee. Eruit. Je bent niet meer welkom op school. Wat? Ik ben al zo depressief als hel. Ik zou zeggen, doe jezelf wat aan. Grappig, hoor. Luister, nou, als je niet eruit wil, dan ga ik het allemaal even verzorgen dat je eruit gaat. Dus eruit, nu. Auw! Hey, doe eens even normaal, meneer. Auw! Nee, auw! 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 Oké, ik ga al weg. Ik ga al weg, meneer. Oh, nee. Ik zweer het je. Ik wil helemaal niet leuk dit. En zo zie je maar weer. Ik word elke dag in elkaar geslagen door mijn eigen mentor. Dit was de directie trouwens. Iemand buiten aangekomen word ik weer opgewacht door 2-3 gasten. Au! En doe even normaal. Doe normaal alsjeblieft. Ik heb er niks aan gedaan. Hey, doe even normaal. Nee, hey. Doe even normaal. Wacht niet, wacht me aan. Nee, stop. Stop. Nee. Au. Au, doe dat niet. Nee, nee, ga. Ga weg, alsjeblieft. Laat me met rust. Zo. Blijf maar lekker liggen, jullie. Alsjeblieft, niet meer opstaan. Oké, zo zien we weer. Ik werd in elkaar geslaagd. Zelfs door mijn eigen leraar. Oh, ik ga weer naar huis toe. En zelfs dat is een hel. Want zelfs thuis door mijn eigen ouders word ik slecht behandeld. En ja, ik weet het gewoon niet meer. Ik ben het gewoon helemaal zat. Ik meen het. Iedereen, alles ben ik gewoon compleet zat. Maar goed, het zal wel weer, hè. Ik ga wel lekker naar binnen toe. Moet ik het gezeik weer aanhoren. Papa, mama, ik ben thuis. Papa. Hé, hey, wat doe je dan hier, hè? Ga eruit. Hé, hey, je hebt zo slecht school gedaan, of wat? Nou, luister, ik word hier weer uitgestuurd. Draai thuis zelf een beetje gaan voor mannen, ja? Ik zweer, als je niet gaat voor mannen, dan mag je het huis uit, wat mij betreft. Nou, echt niet leuk. Hé, hey, luister, ga weg. Nee, hoezo moet ik naartoe? Ga weg, ik zweer het je. Als jij niet gaat, ik zeg het eerlijk, hè, dan heb je echt een probleem. Waarom doe je zo gemeen? Au, au. Hé, hey, doe even normaal, alsjeblieft. En zo ging het altijd, elke dag eraan toe. Ik kan nergens mijn rust vinden en waar ik ook ben, ik word altijd lastiggevallen. Sterker nog, die drie jongens die me aanvallen, die verstoppen zich altijd als andere mensen aankomen. Ik ben er klaar mee. En dat is zeg maar wat er eigenlijk gebeurd is. Wat? Ben je serieus? Moet ik wraakhoes gaan nemen, Jeff? Wat heeft er voor zin? Ik wil toch dood. Dat ga je niet doen. Maar ik ga eerst hun vermoorden. Ga je eerst hun vermoorden? Hoezo dat dan? Heeft toch weinig zin, zei je? Oh ja. Ja, ik weet niet wat ik moet doen. Ik word al heel mijn leven gepest. Ik heb geen fijn leven en dat soort dingetjes. Kijk, normaal ben je al zo agressief naar mij, maar nu ineens sta je hier. Ja, ik weet het, daar wil ik echt sorry voor zeggen. Het spijt me heel erg dat ik dat heb gedaan. It's okay, Jeff. Dat kan ik helemaal echt nooit meer doen, hè. Ook als ik jou geholpen heb, niet meer doen, oké? Ik beloof het echt aan mijn moeder. Oké, ja, over je moeder gesproken, daar ben je niet zo blij mee, toch? Ja, eens. Goed. Of wie kan ik het dan beloven? Oké, ja, Jeff, ik doe het wel voor je en ik ga het regelen, ja? Oké, dankjewel. Heel lief van je. Doei, doei. Dag, Jeff. Oh my god, dit meen je toch niet, hè? Oh my god, nee. Nee, nee. Ik ben echt helemaal in de war. Ik weet niet wat ik moet denken. Oh, we gaan een nu actie opnemen, want ik meen het. Wat er met Jeff is gebeurd, dat kan gewoon niet. Ik vind het gewoon zielig, man. Ik vind
vind het echt zielig voor Jeff the Killer, mensen. Oh my god, ik vind het gewoon... Ja, ik weet niet wat ik hier moet zeggen, maar... Ja, ik heb het wel met hem te doen. Snap je wat ik bedoel? Normaal ben ik helemaal niet zo van de killers en zo, maar... Ja, het is, ik noem hem maar gewoon een Jeff. Ik noem geen Jeff the Killer meer. Ik heb een beetje spijt ook dat ik hem iedere keer maar Jeff the Killer noem. Want ja, is het eigenlijk wel een killer? Of is het eigenlijk wel een hele lieve jongen die gewoon te veel mee heeft gemaakt? Ik weet het zelf ook niet. Ik wil eigenlijk niet verdedigen wat hij allemaal heeft gedaan, maar... Enigszins ook wel weer, snap je? Oh, ik vind het lastig. Weet je wat, mensen, we gaan op ons doel af. Dus laten we even gewoon wraken nemen en aanpakken wat gebeurd is. Wat ik vind niet meer kunnen. Oké, mensen, we zijn dus nu onderweg naar de ouders van Jeff the Killer. En we gaan proberen, ja, Jeff even, ja, ik mag maar geen killer meer noemen, man. Waarom zeg dat nou iedere keer? Ik ga naar de ouders van Jeff, we gaan even kijken wat ik nou kan regelen. Want ja, eerlijk, ik vind het gewoon triest worden. Ik vind het gewoon veel te sneu dit. Ik kan het gewoon niet hebben dit. Ik meen het. Maar goed, jongens, laten we even uitstappen en we gaan even naar binnen toe. Want ja, ik wil toch even heel graag weten, want die wist wat ik al zei. Dus ja, we gaan even naar binnen toe. En dit is een huis, hè? Oké, dus dit is het huis van Jeff. Mensen van de ouders van Jeff. Oké. Hallo? Waar zijn de ouders? Laat maar eens even jezelf zien, jongens. Want ik wil toch weten wat hier nou precies gaande is. We gaan even naar de bovendiep. We gaan even kijken. Ja, jullie moet ik even spreken. En wie ben jij dan, hè, kleine snotneus dat je bent? Ik ben Dally, hoezo? Nou, met jou heb ik een appeltje te schillen. Hoe bedoel je? Ik kom gewoon even binnen. Ja, dus? Je komt niet zomaar binnen naar huis, oké? Heb je dat begrepen? En daarbij, oh, je gaat zeker Jeff the Killer beschermen, hè? Jeff the Killer? Waarom zeg je nou met Jeff the Killer? Hij is psychopaat, man. Ik heb mijn huis getrapt met mijn vrouw. Is dat zo? Ja, ik heb genoeg plakslagen gehad. Maar hij wordt geen man. Hij wordt niet maar gepest. Ik schaam me dood van mijn zoon. Dat jij zo over je eigen kind kan praten. Ook. Ik zweer het, hè? Oh, dit trekt me echt niet. Oh, ga je me dregen? Ga je ons dregen dan, hè? Hier, kom dan, G, hè? Hey, ga je slaan, hè? Doe maar. Sla nog maar eens. Sla. Doe maar. Doe dan. Kom. Durf je nog wel, hè? Zo. Liggen jij. Oeh, jij gaat dat niet doen, mevrouw? Nee. Ook liggen. Zo. Hè? Nu kun je lekker vrede sterven. Nou, altijd wat jullie gewild hebben waarschijnlijk, hè? Uiteindelijk. Maar een beetje vroeg. Ja, ze gaan doodgaan. Ze gaan waarschijnlijk opgehaald worden aan de ambulance. Dan wordt het weer gewoon beter. Maar snap je? Dit gebeurt er dus. Als jij aan mijn goede vrienden zit, aan mijn kameraden zit. Je kan het gewoon niet doen. Je kan het niet flikken. En als je het wel flikt, dan zie je wat de gevolgen zijn. En de gevolgen zijn niet zo leuk zoals ze hebben gezien, hè? Nou, prima. Gaan dus door naar de volgende. Want ja, ik wil toch even weten wat er nog meer is. Hè? Kijk, de ouders van Jeff the Killer, die zijn sowieso een beetje gek. Van Jeff. Oh, en nu ga ik even toch naar zijn school, naar zijn les toe. Want ik wil toch even weten wat hier nou precies in de les aan de hand is. Want ja, ik vind het ook een beetje raar, man. Jeff the Killer wordt altijd in elkaar geslagen door een hele groep jongens en dat soort zaken. Kan gewoon niet. Ik vind het schandelijk. Dus we gaan even naar zijn school toe. En ik ga even vrouw halen. Ik denk dat dat het beste is om te doen. Dus mensen, ik ga er lekker op af. En ik zie jullie weer bij Jeff's school. Ja, dat is. Oké, dames en heren. De avond is al gevallen. Maar we zijn onderweg naar die school aan het gaan. En ja, we moeten hier namelijk toch wel wat doen. En hier is de school. Oh, maar ik had Jeff the Killer hier zo op. Of zat hij hierop? Ik denk het wel. Ik heb hier ook op gezeten namelijk. Dus ja, laten we even naar beneden gaan. Want dat moet nou eenmaal gebeuren. Je laat even wapen weg. Dus niet echt bepaald net zo met een wapen naar school te gaan. Dat weet ik ook wel. Maar mensen, laten we lekker naar binnen gaan. Let's go! En jouw mannekes, we zijn dus aangekomen op school. En het is al 12 uur s'nachts. Hebben ze nog steeds les dan? Wat? Oké, deze school is 24/7 open. Ik weet dat van vroeger ook nog wel. Mensen hebben kijken de raarste tijden les. En ja, we gaan voor les hebben. Goeiedag, dames en heren. Of ja, goeienacht. Deze les gaat over seriemoordenaars. En om een paar voorbeelden te noemen. Wie kent een seriemoordenaar? Oké, noem eens een seriemoordenaar dan. Even kijken, Pennywise. Ja, er is er wel eentje, maar dat is niet per se een seriemoordenaar, maar een creepypasta. Even een mooi voorbeeld geven. Jeff. Oftewel Jeff the Killer. Die heeft ook op deze school gezeten. Dat is een seriemoordenaar. Dat is een serieus Jeff the Killer nou zo bestempelen? Oké. Hey! Goedenavond. Wie ben jij en wat doe je hier? Het is alleen maar een les voor vrouwen dit keer. Wat? Feminisme? Ja, gaat over feminisme en over misdaad. Hoezo? Nou ja, ik kom nu voor een vriend van mij. En wie is de vriend van jou dan? Ja, hij is Jeff the Killer namelijk, volgens mij, toch? Jeff, ben je helemaal gek in je hoofd? Ja, luister, hij is van school geschorst omdat hij zich niet kon verhouden tegen een paar pestkoppen. Ik bedoel, oké, hij wordt gepest. Maar ja, boeien, hij moet hard worden. Serieus, ben je zo iemand? Ja. En waarom heb je een gummiknuppel in je hand? Ja, geen idee. Maar gewoon, dat dus. Jij bent echt evil, man. Ik zweer het je. Nee. Je gaat me niet slaan. Hé, moet ik even een mes pakken? Dat gaan we niet doen, hè? Nee, mevrouw. Kom maar. Doe maar nog eens. Doe maar. Sla. Goed zo. Zo, slash. Nog een keer. Doe maar. Ik vind het wel leuk om even een paar keer goed te slashen, mevrouw. Ja. Zo. Lekker voor je. Nog wat, hè? Oude juf. Stouterd. Niks ervan. Stoute juffrouw dat je bent, hè? Doe maar. Ja. Lekker. Slash. En slash. Zo. Dat gaat niet goed, hè, mevrouw, hè? Met die feminisme van je. Zo, dat gaat je leren. Hey, wie ben jij dan, hè? Ik ben Delano, hoezo? Ga je stoer doen tegen mij. Ga je dat doen, serieus. Zo, allebei liggen, oké? Zo, oh, hij komt er niet eens door. Je hebt geluk, mevrouw. Oké, we gaan weg. My god, wat een engert. Het is al 1 uur s'nachts, man. Oh my freaking god. Ik vind het echt zielig voor Jeff, ik zweer het je, man. Oh, dan gaan we even naar zijn mannetje toe. Of naar zijn mentor, weet ik voor wat. Hey! Je was toch Jeff de mentor? Hey, wie ben jij dan? Huh? Mijn naam is Delano en ik kom Jeff toevallig even beschermen. Leuk, hè? Je hebt het over die loser zeker, Jeff the Killer. Wat een loser. Even serieus, nee, dat is een loser. Hoe gaat Jeff the Killer? Je vindt jezelf grappig of niet? Ik vind mezelf heel grappig, ja. Oké, weet je wat ik ook grappig vind, hè? Oh, wat ga je doen? Ga je regelen dan, hè? Zeg dan, hè? Zeg. Oké, let me op. Oké, ik let op. Ga dat al zien, kijk. Zo, hè? Vetzak. Je kan niet eens vechten, man. Oh my god.
Zo, nee. Ga je me serieus hitten? Slash. En nog eens een keer slash. Zo. Nog wat, hè? Meneer. Ik kan het ook wel, hè, met een nachtknuppel van die juf. Zo, je kan wel ontwijken. Zo. Lekker voor je. Dat zal je mooi leren, maat. Lekker op de grond liggen. Lekker slapen gewoon. En dan het even goed af te maken. Zo. Even een paar keer nog een paar tikken achteraan geven. Dan weten we zeker dat je neer bent. Oké, ik weet alleen niet wat Jeff's pestkoppen zijn. Normaal zijn ze ook altijd op school, maar ik weet dat wel een plek waar ze namelijk ook altijd wel eens naartoe gingen, denk ik. Dus mensen, wij gaan even naar de plek waar Jeff de Killer zich ook wel eens bevond. Nou, in ieder geval, we moeten even die pestkoppen prima aanpakken. Dus we gaan het sowieso even doen. Dus laten we even gaan rijden daar naartoe. En ja, waar het eigenlijk mag zijn, ik denk dat ik het wel weet. Dus mensen, wij gaan even naar die plek toe. Maar in ieder geval, wat er op school gebeurt, jongen, ik zweer het je. Ik vind het echt zielig voor Jeff, man. Ik weet niet wat jullie van Jeff de Killer nu vinden, maar ik heb een ander beeld over hem gekregen. Het is niet per se dat ik hem een legend vind. Want ja, eerlijk, hij heeft natuurlijk fucked up dingen gedaan. Maar toch, ik vind hem ook niet per se te dader of zo, een crimineel. Dat valt ook wel mee. Dat dus. En ik wil toch even weten wat er meer met Jeff is. Dus mensen, we gaan er lekker naartoe. Dus let's go. Oké, dames en heren, we komen dus bijna aan op de plek waar Jeff de Killer zich kan bevinden. Ja, of ja, het is niet Jeff de Killer, maar in ieder geval de pestkoppen ervan. Want hij wordt dus gruwelijk gepest door de drie anderen, zeg maar, een hele lange tijd. En eerlijk, die gaan we even mooi aanpakken. Ik weet dat ze zich verstopt zijn en ze zijn aan het onderduiken omdat ze een melding hebben gehad van Jeff de Killer. Maar eerlijk, ik weet waar ze zijn. Ik weet de plek van Jeff de Killer ook, zeg maar. En ja, ze duiken zich al een hele lange tijd daaronder. Maar er is iemand die erachter komt en het gaat niet lang meer duren. Zou ik zeggen, ze kunnen nog langer onderduiken als ze willen, want jij in het eigen huis is niet meer veilig. Ik bedoel, jij zou te denken van je eigen huis hoor je veilig te zijn. Nou, als er iemand die biel met een knuppel even die ramen in komt tikken en even flink naar binnen komt stormen, ben je niet meer veilig. Dat is gewoon zo. Dus ja, daarom, Jeff the Killer, ja, hij was ook niet meer veilig eigenlijk, hè. Ook niet in zijn eigen huis. Ik bedoel maar weer, zijn pestkoppen kwamen als een keer door zijn slaapkamer aan naar binnen, zeg maar. In de ruitje getikt, dan zal hem een flink te grazen genomen. Nou, dat kan echt niet. En het waren deze gasten toevallig. Dus ja, heeft hij niet per se verteld, maar ik weet dat toevallig dat zo zat was. Ja, ik had het wel eens iets over gehoord of zo. Dus dat. En als ik dingen hoor, dat is altijd waar, hè, jongens. Nou, dan gaan we eens een mooie lesje leren bij die gasten, want ik ben wel heel benieuwd. En dan gaan we daarna even terug naar Jeff the Killer kijken hoe het met hem gaat. En waar zijn ze dan? Ah, daar zijn ze. Mooi, dan gaan we ze even goed te pakken nemen, denk ik. Even een goed gesprek, dat kan natuurlijk geen kwaad. Dat is ook weer zo, hè. Goedenavond, jongens. Dus jullie denken dat Jeff the Killer even jullie slim af is, of niet? Jeff the Killer G. De volgende is een wa, hè? Ik heb wapens bij G. Ik bedoel, het is ons territorium. Ga weg. Hoezo weg? Je hebt zijn leven zuur gemaakt. Weet je wat, niet wat je hebt gedaan? Ik kan me niks schelen, G. Ik kan me niks schelen wat ik heb gedaan. Maar ik zou ook maar weggaan als ik jou wat waar iedereen hier neerkomt. Ik zweer het je. Die gaan allemaal dood hier zo. Is dat zo? Je had niet zo moeten beginnen, hè? Hey, ga je zo doen, hè? Zo. Nee. Zo. Nee, dat ga je niet doen. Zo. Hoppakee. Nee, je gaat dat niet zo doen, hè? Zo. Bam. Hebben jullie nog wat? Hè? Ik heb tenminste nog wel een lesje karate gehad, hoor, vergeleken met jullie. En hé, ligt papier. Lekker. Nou, in ieder geval, lekker slapen, jongens. Wel rusten. Maar ik ga geen timer aan jullie vies maken. What the hell? Wat denken die gasten wel niet? Jet de killer een leven nog verder zuur te maken, of waar? Oha, ik zweer jou. Ik zweer het. Ik kan het niet aan. En ik heb een melding gekregen en even kijken, hoor. Wat staat op het nieuws? Wat? Nee, dat meen je niet. Jeff de killer zit gewoon. Oh, we moeten hem bevrijden. Dit is foute boel. Hij zit dus midden op een dak, zeg maar, op het hoogste gebouw. Bij de Maze Bank. Is hij helemaal daar naartoe gegaan om zichzelf wat aan te doen? Hij gelooft er niet meer in, hè? Oh shit. Ik weet waar die is, dames. Maar we gaan er even naartoe en. Ik kan zeggen dat alles goed komt. Dit is te zielig, man. Ik vind het echt zielig, dit. Oké, mensen. We gaan naar de auto in en we gaan naar de Maze Bank. Weet je wat? Hier hebben we sowieso weinig te zoeken. Dus mensen, ik zie jullie weer terug bij de Maze Bank. Oké, dames en heren. We hebben nog één redmiddel. Jeff the Killer. We gaan je niet helpen, jongen. Ik zweer het. Ik mag eigenlijk helemaal geen killer noemen. Maar ja, je bent gewoon gewend om dat te zeggen, man. Hij is in de Maze Bank. Hij is gespot. Ik weet het. En daar gaan we nu naartoe. We gaan naar boven toe. Ik denk dat het best is. En even kijken, hoor. Oh, even kijken. Maze Bank, hè. Hier is het. Dus laten we naar boven gaan. Oké, de auto staat goed. En we gaan eruit. Want we gaan Jeff the Killer helpen, man. Eerlijk, ik ben echt in de war, joh. Ik weet niet wat hiervan moet zeggen, maar we gaan even naar boven toe. Wapens weg trouwens, anders gaat Jeff de Killer straks denken van, hè, wat is hij nou aan het doen? Dus ja, oké, Jeff, waar ben je? Als het goed is hij naar boven. Ja hoor, daar is hij dan. Kijk, Jeff, waar ben je? Waar ben je? Want dit gaan we natuurlijk niet, nee, dit gaat niet laten gebeuren, hè. Jeffy, waar ben je dan? Jeff, nee, Jeff, doe even normaal. Ik zie het leven niet meer zitten. Kom op, Jeff. Je hebt nog je leven voor je. Ik heb ze allemaal voor je uitgehaald. Echt waar? Ja. Super bedankt, man. Ik wil bijna gaan vliegen. Oh, nee, Jeff, doe even normaal. Het spijt me zeer. Maar niet van, ben blij dat je me hebt gered. Geen probleem, Jeff. Maar waarom ligt hier een poesje trouwens te slapen bij mij? Wat dat hier is? Oh my god, een lief poesje hier. Maar goed, dat doen we niks meer. Ik hou van dieren. Wat doe jij hier, hè? Mevrouwtje, wegwezen jij. Hoppa. Lekkere bloedende nacht gehad. Nou ja, in ieder geval, volgens mij is ze armen. Maar goed, ofwel, heeft ze wel armen? Nou, oké. Maakt niet uit. Haar ledenbaat liggen hier zo. Dit lichaam gaan we lekker bewaren. En we gaan even iemand ophalen vandaag. Want ik heb namelijk wat te doen. Mijn naam is Jeff the Killer. Maar ik ben niet zomaar Jeff the Killer. En wat er allemaal gaat gebeuren, staat een verrassing op te wachten. Zoals jullie zien, heb ik een gepanzerde auto. Een hele mooie auto zelfs. Zodat de politie niet op mijn hielen gaat zitten. Maar dat is wel belangrijk. Want als de politie achter me aankomt, geen goed plan. Dus ja, we gaan even iemand ophalen uit de bar. En ja, we gaan eens even kijken. Daar is het, deze mensen. Goed, ik moet iemand ophalen blijkbaar. We gaan naar binnen toe. Zonder mes. Ik zeg zonder mes. Zo, bij deze. Oké, naar binnen toe. Hallo iedereen. Hallo. Oké. Hey guy, what's up? Je ziet er goed uit. Oh, echt? Dankjewel. Jazeker. Wil je een biertje?
Ja, is goed. Oké, dan put some beer. Hallo, lieve schat. Zou ik alsjeblieft een biertje mogen van u? Ja, maar natuurlijk zou je een biertje mogen. Maar hoeveel wil je er? 2 biertjes wel lekker. Oké, dat is goed. Nou, Oni, we krijgen in ieder geval 2 biertjes. Dus ja, we gaan hem even een biertje geven, man. Hey man, got some beer for you. Drink up. Oké, dankjewel. Super lief van jou. Wie ben je trouwens? Mijn naam is Jeff. Oh, hi Jeff. Aangenaamd. Ik heet Rickert. Hey Rickert, leuk dat je erbij bent. Hey, luister, je hebt een biertje gehad. We zullen samen naar mijn huis gaan. Even een gezellige avond hebben. Ja, gezellig. Oké, kom maar met mij. Laten we naar de auto gaan en we gaan hem meenemen. Naar ons appartement. Onze crib. The crib where it happens. Dit is mijn auto. Zo, hoe kom jij er nou weer aan? Ja, dat krijg je ervan als je hard werkt. Als je goed je best doet op school, dan kom je eraan. Oké, ja, duidelijk. Mijn appartement is trouwens hier dichtbij. Oh, en waar woon je dan? Ik woon in een hele mooie gebouw, zeg maar. Echt een grote luxe wijk. Oh, en wat doe je voor studie? Ik ben afgestudeerd. Maar zie je de sterren daarboven? Ja, mooi hè? Inderdaad. De Noordlicht komt eraan vandaag. Sowieso. Nou, in ieder geval, we zijn bijna bij ons uit aangekomen. En ja, dat betekent maar één ding. Voel je thuis, doe gewoon alsof je thuis bent. Oké. Kijk, hier mensen, hier woon ik dus. Maar je zit toch een luxe villa? Nee, ik woon hier. Dat is toch wel best wel luxe. Wat heb jij nou erover? Hey joh, je hebt de binnenkant nog niet gezien. Dan moet je ook even naar kijken, hè? Oh, is dat zo? Ja, inderdaad. Laat even gaan kijken dan. En wat doe jij hier, mevrouw? Ga eens weg. Serieus, Jeff? Ik heb niet verwacht dat ik hier zou terechtkomen. Wat lach jij, stom? Ik ga weg hier. Ga jij weg? Weet je het zeker? Niet weggaan. Jawel. Zo, hoppakee. Ga maar lekker liggen, jij, hè? Zo. Mevrouw, je hebt niks gezien, hè? Hier hebben we namelijk wel verdovingsmiddelen voor. Nou, in ieder geval, mijn eerste slachtoffer ligt dus hier zo. Jawel, dit is namelijk Jeff Killer. Kleine disclaimer, deze aflevering kan misschien wat heftiger zijn dan alle andere afleveringen die je hebt gemaakt. Dus dan weet je dat. Maar goed, we gaan dus lekker door naar de volgende slachtoffer toe. En ja, wie zou het volgende slachtoffer nou weer zijn? We gaan dus lekker met alle volste snelheid er goed naartoe. We zijn echt snel. Onze auto is echt nice, hè? Oké, en we komen dus aan bij de volgende plek. Oh my god, dit wordt natuurlijk heel spannend. En ja, wat zou hier nou gebeuren? We gaan het zien. Maar dit zijn dus ouders van een paar kinderen die ik niet mag. Want ja, dat kind, hè? Ik zeg eerlijk, misschien klein kind. Ik ben echt levenslang toch wel weer te pesten. Tenminste, sinds hij geboren is. Dus dit gaan ze wel even voelen. En de ouders, die supporten het alleen maar. Zeggen dat ik hun pest. Nou, dan gaan we dus even anders aanpakken. Zo, even aankomen bij het volgende huis. En ja, laten we naar binnen gaan hier zo. What's up, dude? Oké, we gaan hier naar binnen toe. Oké, shh. Oké, we gaan die vader even aanpakken. Een goed idee om dat te doen. Dus ja, we gaan hem aanpakken. 3, 2, 1. Zo. Die is neer. Ben je thuis, Anton? Anton, ben jij dat? Ja, ik ben Anton. Oh, gezellig. Leuk dat je thuis bent. Ja, hè, vind ik ook. En wat wil je vanavond eten? Weet je wat ik wil eten? Zal ik heel eerlijk zeggen? I want to eat your heart. I want to eat your heart, girl. Lekker op het fornuis. Zo, ga je dan maar lekker afkoelen. Ik kan je kind even zoeken. Oké, we gaan eens door naar de volgende plek. En ja, ik weet waar ik moet zijn. We gaan het kind even meenemen. En ik ga ze wat laten zien. Oké, guys, we gaan eens even door naar de volgende plek rijden. En laten we even dat kind op gaan halen van de ouders. En die wil ik even een spektakeltje laten zien. Ik denk dat hij dat heel erg leuk gaat vinden. En lekker naartoe. En ik ben benieuwd wat zijn mening erover is. Damn it, het is gewoon nog nacht. But I don't care. Alright, guys. En we gaan eens door naar de volgende spot. En hier moet het zijn, denk ik. Dus laat hier even naartoe gaan. Oh my god, ik ben heel erg benieuwd. Zo, ik weet dat ze namelijk hele rijke ouders hebben. Waarschijnlijk zitten ze bij elkaar op tennissen. Dus laten we gaan kijken. Sorry. Ik wil dat niet doen. Ik wil geen pijn doen. Oké, dus daar is hij, hè. En laten we belonen misschien. Hey kid, alles goed? Ja, hoor, met jou? Maar mij gaat ook goed hoor. Wat ben je aan het doen? Ik ben net klaar met tennis. Tenminste, ik zit te wachten op iemand. Maar die komt helemaal niet opdagen. Echt niet? Nee, maar ik heb een verrassing voor je. Kom maar mee en je krijgt namelijk een ijsje van mij thuis. Echt waar? Ja, dus wil je maar meekomen? Oké, dat is goed. Zo, waar kom je eigenlijk vandaan? Ik kom namelijk uit het grote huis. Echt waar? Oh, maar ik wil iets laten zien. Echt? Wat wil je me laten zien? Iets wat je vast wel leuk vindt. Fascinerend, denk ik. Weet je dat zo? Ik ken me niet eens. Rustig, ik heb mensenkennis. Echt waar? Ja, oké, we gaan even naar ons huis toe, ja? Is goed. Zeg, waar ga jij naartoe? Het is wel heel dicht bij mijn huis, hoor. Is het jouw huis? Ja, echt waar? Maar goed, misschien is het ook daar wel. Huh? Het was al jouw huis, zei je? Nee, hier moeten we zijn. En heb je de sleutels dan? Ja, ik heb de sleutels gekregen. Van je pap. Echt waar? Ja, kom mee. We gaan hier naar binnen toe. Wil je wat spectaculair zien? Ja, dat wil ik best wel hoor. En, huh? Wat heb je met papa en mama gemaakt? Wat is dat voor kunstwerkje? Let goed op. Heb je een beetje honger gekregen? Wat doe je met mijn ouders? Ik ga ze namelijk eten. Je houdt het van je mama? Ja. Als je even houdt, dan ga je het eten ook. Oké, weet je raar dit? Is niet raar. Gewoon eten. Oké. Succes, jongeman. Weet je wat? Ik ga weg. Weet je dat zeker? Je gaat helemaal nergens naartoe, vriend. Hè? Zo. Hoppakee. Liggen jij? Het volgende slachtoffer is gevallen. Oké, even buiten de opnames, mensen. Doe dit echt niet na. Want je bent gek als je het nadoet, man. Neem het ook niet als voorbeeld. Het is gewoon een entertainment-gerelateerde video bedoeld als GTA. Even kleine duidelijkheid en dan weet je dat ook weer. Oké, we gaan eens door naar de volgende plek. En als het goed is, een of andere kleuterschooljuffer ophalen. Dus laat ze dat gelijk even doen. En ja, ik ben benieuwd wat zij te zeggen heeft. Dus laten we even naar haar toe gaan. En ja, we gaan er eventjes te woord staan, denk ik. Laten we eens even doen. Alright, guys. We zijn dus bijna aangekomen bij de volgende plek. En ik ben dus heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. En we gaan er even ophalen. En ik moet er even iets laten.
laten zien ook weer. Alright guys, we zijn net aangekomen bij het huis. En oh my god, dit gaat spannend worden. Damn it. Gaan ze even inrijden. En ja, laten we dat doen. En hier moet dus goed de juffrouw zijn. Dus we gaan even haar te woord staan en kijken wat ze te zeggen heeft. Hallo. Hey, hoe gaat het met u? Ja, met mij gaat het goed. Wat wil je met u? Ja, wat doe je zo laat eigenlijk hier nog? Luister, wil je vroeg op school zijn? Krijg je promoties van de baas. Echt waar? Ja, kom maar mee. Wacht, ben ik niet jouw leraar geweest? Volgens mij wel. Ik herken jou. Oh, echt? Maar was je toch een rotjongen? Maar wat ben je te groot geworden? Ja, dat snap ik. Maar kom maar mee. En de directeur, hè? Is dat nog dezelfde? Ja, dezelfde directeur. Hoezo? Ja, gewoon. Ik was eigenlijk wel benieuwd eigenlijk. Oké. Je was niet altijd goede vrienden met de directeur. Hoe gaat het er nu mee dan? Ja, ik spreken soms wel eens. Hij is wel vriendelijk tegen mij. Vooral vandaag nog. Vandaag? Ja, ik heb hem gesproken over promotie. Geregeld voor u. Dat is heel lief van jou. Dankjewel. Zo, daar gaan we dan. Heb je er een beetje zin in? Ja, dan ben ik wel heel benieuwd ook. Natuurlijk wil ik wel promotie krijgen. Ik wil loonsverhoging. Krijgen ze weinig betaald. En als ik een beetje loonsverhoging krijg, ben ik je wel altijd dankbaar. Kijk, zo mag ik het horen. Auw. Ja, die mensen rijden nog een beetje agressief hier. Oh, oké. Nou, in ieder geval, we gaan er wel lekker naartoe. Geen zorgen. Oké. Gelukkig kan deze auto tenminste nog iets meer. Weet je wel, als hij op zijn kop ligt, dat maakt niet uit. Waar zijn we dan? Op school. Hey, doe eens even rustig met die auto. Ah, ik word misselijk. Sorry, mevrouw. Oké. Nou, hier is het dus. Heb je er zin in? Ja, natuurlijk. Dan gaan we daar naartoe. Kom maar mee, mevrouw. Oké, ik kom eraan. Nou, in ieder geval, je weet toch wat de gymzaal, hè? Ja. Die weet ik ook niet wel. Zo. Oh, lang geleden ben je geweest, zeker? Ja, inderdaad, kun je wel zeggen. Ja, sorry, ik kan niet meer zo goed lopen. Geef niet. Doe maar rustig aan. Dankjewel. Oké, het is in de gymzaal. Hoezo bij de gymzaal? Sinds wanneer is mijn baas daar? Die is normaal nooit daar. Jawel, vandaag wel. En waar ga je naartoe? Mevrouw. Sorry, dat was echt een klein foutje. Kan gebeuren, joh. Kom maar. Oké. Mevrouw, kom maar hierin. En dan? Hier zo in deze. Volg mij maar. Ik vind het een beetje raar worden, Jeff. Wat doe je in de kleedkamer? Waar ga je naartoe? Weet je nog deze plek altijd, waar ik altijd een beetje gek deed? Ja, wat wil je dan precies laten zien? Ik begrijp het niet. Gaat er niet zeggen dat mijn mij wil douchen, hè? Nee, natuurlijk niet. Oh. Kijk, mevrouw, hier is je baas. Help, wat doe je met mijn man, Jeff? Wat doe je? Je bent toch niet vergeten dat ik altijd werd gepest door jouw baas en door jou? Wat bedoel je nou precies? Ik heb je altijd toch goed behandeld? Goed behandeld? Hé, je gaat die pesten altijd geluk. Het spijt me daarvoor. Maar zo bedoel ik het niet. Iedereen moet discipline krijgen. Er is een verschil tussen discipline en je pesten is altijd voor de van de twijfel trekken. Begrijp je dat? Ja. Kijk, zie je baas? Die valt er wel uit, toch? Ja. Weet je wat met jou gaat gebeuren? Doe het alsjeblieft niet! Zo, eigenlijk is heel dikke bult. Had je nooit moeten doen. Je hebt mijn leven kapot gemaakt. Samen met die baas van je. En nu wegwezen hier. Laat ik even context geven. Ik zat altijd hier op school zeg maar, als klein kind. En ik werd hier gepest. Heel erg. En de juffrouw zat altijd mee te lachen met die pesters. Maar mij? Geen woord over gesproken. Maar goed, we gaan dus lekker naar beneden toe. En ja, het zou wel moeten. Maar waarom is er nou weer politie? Wat heb ik daar weer gedaan? Oh my god. Are you kidding me? Oké, we gaan nu naar beneden toe. Heb ik een parachute? Ja, die heb ik. Oké, we gaan in ieder geval parachute springen. We komen dus net hier van bovenaf. En nu gaan we naar beneden. Woo! Let's go away. Ik heb geen idee. Oké, we gaan proberen met de politie weg te komen, ja? Want anders hebben we echt een probleem. Oh, daar gaan we. Oh nee, met parachute draar. Nee. Dit moet niet gebeuren. Oh nee. We crashen. Nee. Au. Oh, doet pijn. En de politie. We moeten proberen uit de weg de politie te blijven. Snap. We worden hier gezien. Zo. Sorry, geef me nu je auto. Help mij. Nee. Are you kidding me? Oh, snap. Ik ga mee met jullie. Daar zitten we dan weer in de gevangenis. Dus ja, oh my god, wat had ik nou weer gedaan? Jeff the killer, je hebt corvée vandaag. Oké, corvée. Moet ik hier verwachten? Ik weet het niet. Laten we even naar boven gaan. Even corvée doen dan, hè? Ik heb helemaal geen zin in. My god, eerste dag denk ik het nu al corvée. Maar ja, het moet, het zit in de cel. Ja, we gaan hier even naartoe. Dus laten we even alles gaan schoonmaken hier. Mooie spiegel hier. Dus laten we het even gauw doen. Ik heb dorst, man. Eerlijk is eerlijk. Ik ga even drinken. Zo, hey. Dus ja. Au! Oh, ik heb het wel gehoord van jou, hoor. Die ga je maar even voelen. Hey, ik heb toch niks gedaan, meneer? Wees even rustig. Au! Oh. Mensen, bedankt voor het kijken. Like deze video. Abonneer je op mijn belletje aan. 500 likes. Ik zie je later terug op mijn nieuwe video. Adios.